Hiervoor doe ik mijn pet even zo af. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben samen met Deetje, die staat al buiten op mij te wachten. En ik ben vandaag helemaal in houthakkersstijl. Lijkt me wel super cool trouwens, om een keer hout te hakken. Jij ook. Heb je ook goed gedaan. Wij gaan eventjes naar het dorp toe, want we hebben een paar spulletjes nodig. Zoals wasmiddel. Ik kwam erachter dat ik dat niet had. En we hebben nogal veel was van Turkije. En ik heb voor een gedeelte mijn koffer uitgepakt. Ja, ja. Heb jij je koffer uitgepakt? Nee. Nee? Nee. Ja, dat dacht ik al. Ik vind koffer inpakken altijd heel erg leuk. Maar uitpakken zeggen ze, oké, het is niet definitief voorbij. En het zijn allemaal zomerkleren, dus ik mis ze ook niet echt ofzo. Nee, dat snap ik. We kunnen ze nu nog wel een tijdje opgeborgen houden. En dan volgend jaar weer was uitpakken. Als we het dan doen we het maar meteen goed. En Dedy heeft ook nog. En kennen jullie dat ook altijd? Dat, dan loop je in een winkel en dan loop je iemand tegemoet en dan ga je elke keer dezelfde kant op. Dus dan ga je zo links, oh, rechts, oh, sorry, oh, oh, ja, dan ga ik maar deze kant. Ja, dat heb ik wel eens gehad en soms is het echt super ongemakkelijk omdat je dan de hele tijd dezelfde kant op gaat. Weet je wat ook ongemakkelijk is? Als je dan zo doet, hé, lang niet gezien. Dat is ook ongemakkelijk. Ja, vooral als je aan het vloggen bent. Ik ga je ook gewoon niet helpen. Nee, ik help je wel even. Bij dit soort auto's moet ik altijd denken aan Mr. Bean. Oh yeah. Dat was altijd zo leuk. Ja. Nu wil ik de auto even neerzetten. En ik wil hem hier parkeren. Tenminste, dat wilde ik in eerste instantie. Maar toen zat ik even na te denken. Toen dacht ik, ja, maar dan moet ik weer heel naar achteruit rijden. En daar ben ik niet zo'n held in. Dus, weet je wat we dan gaan doen? En dit heb ik wel vaker gezien. Dus het mag gewoon, vind ik. Kijk, let op, hè. Zo werkt het niet, Enzo. Jawel. Kijk, nu kan je gewoon vooruit rijden uit. Hé, hey, mazzel. Kijk eens aan, we zijn weer in Nederland. En wat ga je dan halen? Ja hoor, kibbeling en DE visfrietjes. En hij zei, hoppakee, extra volle bak. Nou, dat heeft hij zeker weten gedaan. Shoutout naar hem. Dit is echt de lekkerste kibbeling die ik ever heb gehad hier in Zeist. Dus ik zou zeker weten even een keertje hierheen gaan. Als je in de buurt bent, om lekker je kibbeling te halen. Dat is echt goddelijk. En dan niet te vergeten, de saus, hè. De saus maakt het af. Dat is wel echt een dingetje. Hiervoor doe ik mijn pet even zo af. Dit is het moment dat ik zoiets heb van day. Why? Why, 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 why? Ik vind dit echt super mooi. Je bent hot, je bent sexy. Je bent het plaatje van 2015. En je vindt hem gewoon niet mooi. Wow, je hebt een hele mooie vlek op je hoofd. Echt? Ja. Wow, ik sloeg wel heel hard. Maar even serieus, je bent hot hierin. Ik wil je. Nee, vind je hem echt niet leuk? Nee. Wat jammer. Ik ben zo verliefd op je. Ik moet op jou, dus heb ik het weg. Hashtag mijn leven is niet altijd fijn. Ik geef zoveel om D. Ik vind haar zo mooi en dan zegt ze zoiets. Ingang Voorheuvel. En dan zie je hier een foto van een jongen die aan het bellen is. En dan denk ik bij mezelf, het is toch een parkeergarage, waarom dan niet een foto van een auto? Of in ieder geval dat die jongen in een auto zit. We hebben helemaal geen bon. Nee. Nee, echt. Echt niet. Echt, nee hoor. Zie je, je kan me niet meer in de maling nemen daarmee, Deetje. Eén keer was het haar gelukt, zei je bon. Twee keer is het wel. Oh ja, twee keer. Eén keer op film, één keer niet. Maar dat gaat je niet meer lukken, Dee. In Turkije hebben ze katjes. Maar hier hebben ze hele lieve hondjes. Hallo. Hey. Oh, wat een schatje ben jij. Met zo'n mooie bandieten sjaaltje om. Vind ik altijd leuk bij honden. Ja, vind ik ook altijd schattig. Wel bij kleine hondjes. Ik heb familie en die hadden altijd een hond. En dat was een zwarte, best wel groot al zoiets. En die had altijd zo'n rode poeren zakdoek om. Oh ja, maar ik zie dat ook wel als op boerderij. Dat is super schattig. Ja, maar die woonde ook in Meppel. Dus dat is ook echt zo heel boers, weet je wel. Dus dat was echt vet cool. Shout-out naar alle mensen die in Meppel wonen. Het is niet alleen maar boers, hè. Net zoals in het noorden. Sommige mensen zeggen, het noorden is alleen maar platteland. Maar dat is het niet. Er is ook best wel veel platteland. Nou, het is gewoon meer dan de rest van Nederland. Maar het is niet alleen maar. Maar dat is niet negatief of zo. Nee, zonder boeren geen eten. Precies.
Oh, dat ik het geluk nou weer heb dat ik een euro vind, joh. Maar dit is gewoon helemaal chocola, weet je hoe cool? Het is gewoon net zo groot als jouw bakkes. Hè, internetgekkie. De missie is altijd om alles in één keer mee te nemen. Dus wat ga je doen? Je gaat alles een beetje opstapelen zo. Holy shit, dit is zwaar. Oh, dit is fucking zwaar. Help mij. Oh. Oh. Snel naar binnen. You made it! Het ligt eigenlijk nog vet lekker. Nou, hij is niet dood. Is het mijn telefoon, ja? Eindelijk weer een was kunnen draaien omdat we wasmiddel hebben gehaald. En nog even een hele goede tip voor alle mensen die het nog niet weten. Ik heb een paar reacties daarover gelezen. En de stewardess op onze vlucht van Turkije naar Nederland, die heeft het ons ook verteld. Heb jij nou heel erg last van je oren? Gebruik dan neusspray. Gewoon even voordat de vlucht begint, even in je neus. Andere neus. En ik vind het echt super lekker, maar sommige mensen vinden het heel erg smerig. Maar ik kauw ook op paracetamol en ook dat siroop voor je keel vind ik fucking lekker. Dus misschien ben ik een beetje raar of zo. Maar echt even een hele goede tip. De volgende keer als wij gaan vliegen, ga ik dit meenemen. We hebben dit ook speciaal daarom gekocht. Geniet van je... Vitamine C'tjes. Juist. De zon schijnt gewoon, heerlijk niet. Dit is zo verschrikkelijk naar, echt heel erg naar. Je hebt drinken gepakt, D heeft het ook. D drinkt haar eigen drinken op, ik heb het nog niet op. Dus ik zet het hier neer. Ik ga heel eventjes wat dingetjes doen op de computer. Ik reik naar mijn glas en ik kijk, zit er niks meer in. Dat is echt zo naar. Ik vind dat je nieuw moet houden. Hij is op. Nee. Hij is op. Is heel die sap op. Hij is op. Dit is nog kutter. Echt waar. Ik had vers geperste sinaasappelsap gemaakt. Maar ik heb het gemaakt, dus ik mag het opdrinken. Ja. Zijn jullie er al aan gewend geraakt? Aan dat je bijvoorbeeld 's ochtends, net zoals Jeremy, waar ik af en toe Minecraft afleveringen mee opneem, gewoon naar school gaat en dan 's avonds terugkomt, zowat, 's avonds, en dan is het gewoon donker. Het is gewoon pikdonker. Het is zo irritant, echt waar. Ik hoop dat deze tijd heel erg snel voorbij gaat. En ik hoop dat we dit jaar fucking veel sneeuw hebben. Dat we gewoon 2 weken lang in de school kunnen. Gewoon tjeur. Ik heb dat maar 1 keer gehad, geloof ik, in mijn leven. Sneeuwvrij. Heb je dat wel eens gehad? Nee. Nog nooit? Nee, dan gingen we met z'n allen naar buiten, weet je wel, want het werd gesneeuwd. Ja. Maar nooit echt vrij. Ja, maar wij woonden ook altijd wel, tenminste ik. En ik weet dat van jou ook, heel erg dicht bij school. Dus ja. Mensen die dan van heel ver kwamen, dus met de bus of de trein, die konden niet komen, want hun ouders konden het bijvoorbeeld ook niet brengen. Nee. Of die dachten gewoon, we blijven lekker thuis. En dat was voor ons dus altijd fietsbaar geweest, dus dan ben je altijd de lul. Ja, want dan kan je eigenlijk ook nog wel net lopen, weet je wel. Dus we hadden dan kinderen in de klas en die moesten dan wel een uur reizen. En die hoefden dan gewoon, als ze maar 1 les hadden, hoefden ze niet te komen. Het was gewoon omdat ze dan langere reistijd hadden dan lestijd. En dan waren ze eens van, ja, maar... Als ik omfiets, moet ik echt een uur fietsen. Anyways, ik kan er maar gewoon niet aan wennen. Je komt thuis, je legt al je boodschappen neer, je zit heel even te editen, je gaat naar beneden om wat drinken te pakken. Boom, pikdonker. Kijk hoe superleuke pot D heeft gemaakt. Laat hem niet vallen. Nee, ik laat hem niet vallen. Heb je super cool gedaan. Thanks. Moving like the speed of sound. Oeh, hier hadden D en ik zoveel zin in. Dat is niet normaal. Heerlijke spaghetti. Een bossie. Dat kan ik me niet herinneren van het nummer. Nee, ik ook niet. Heb je Nokia nog bij ofzo? Oh ja, shit. Die koelkast van je? Hey, wie hebben we daar? Hey, ben je weer even overal aan het snuffelen? Ja, ben je gewoon mee met ons? Even borden pakken, even bestek. Heerlijk met z'n tweetjes. Op de bank, onderuit. Met z'n drietjes. Oh ja, met z'n drietjes. Sorry, Bumper. Sorry. Waarschijnlijk geven we hem ook nog wel eentje, toch? We hadden hem laatst ook gegeven en dan bijt hij dat bot helemaal. Maar het kan een beetje risky zijn, want als hij niet goed bijt en hij slikt dat bot door en het gaat splinteren, dan... Maar over het algemeen, dit splintert niet zo heel snel, hebben we begrepen. Klopt, dus. Maar het is echt goddelijk, dus ik ga snel beginnen. Eet smakelijk. Oh, Bumper. Oh, wat is dat, Bump? Kijk dan, zit hij helemaal over me heen. Nu trekt hij zich terug, gaat hij liggen en gaat hij lekker eten. Oh, lekker. Hoe geinig, hè? Dat een hond dan... Wow.
elkaar. Kruk. Hoe sterke tanden moet ik dan niet hebben? Ja, echt niet normaal. Echt ziek gewoon. Als hij het maar lekker vindt. Ja, probeer jij maar eens een bot door te komen. Dat lukt je echt niet hoor. Pas maar op, als je slaapt dan pak ik je been. De kerst komt eraan. Maar eerst nog Sinterklaas, dus die kerstsokken moest ik eigenlijk nog even in de la houden. Maar ze zitten wel heel erg lekker. Anyways, ik heb nog even wat Minecraft afleveringen opgenomen en het was super tof. Dus we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog, want wij gaan nu lekker slapen. Hopelijk checken jullie morgen allemaal weer mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En vergeet nog niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol Power!